aantal gesprekken gevoerd. En een van de leuke dingen was dat ik vorige week een bezichtiging heb gehad op een woning die bij een school ligt. En de kijker voor die woning is een jongen die ook nachtdiensten heeft. Dus zijn zorg was een beetje dat als hij overdag zou willen slapen, het lawaai van de school hem daarin zou storen. Dus ik heb hem voorgesteld om een keer te komen luisteren in de slaapkamer die hij als zijn slaapkamer zou kiezen. Op het moment dat het speelkwartier was. En zo gezegd, zo gedaan. Dat hebben we vandaag gedaan. En hij heeft het ventilatierooster opengezet. De deur dicht, nou ja, de situatie nagebootst zoals hij zelf de slaapkamer zou gebruiken. En we zijn op het drukste speelkwartier geweest, tussen de middag, tussen 1 en 1:15. En het geluid is hem erg meegevallen, dus dat was buitengewoon positief. En het gevolg daarvan is dat hij volgende week terugkomt om nog een laatste keer te kijken. Hij neemt dan zijn vader mee, ook voor de technische dingen. Nou, en wellicht gaat daar dan een verkoop uit volgen. Dus dat is in dit geval ook mijn advies aan verkopers. Heb je een potentiële koper die een potentieel probleem verwacht in de omgeving qua geluid? Laat ze dan gewoon een keer proefzitten op het moment dat dat geluid aanwezig zal zijn. En laat ze ervaren of het meevalt of tegenvalt. Valt het tegen? Nou ja, dan is het niet anders. Dan zul je een andere koper moeten zoeken. Maar valt het mee, dan kun je een hele goede koper overhouden. Dus ga ervoor!